Jeroen, ja, jij hebt een uitgesproken stijl, mag ik wel zeggen. Wat maakt jou zo uniek in alles wat je doet, vind je? Er schuilt zo wel een beetje een marginale Kempenaar in mij. En ik denk dat dat zo, mensen hebben dat precies wel graag, dat ik dat zo wat uitspeel. En ik ken ook geen enkele andere komiek dat een marginale Kempenaar is. Dus ik denk dat dat mij zo wel wat uniek maakt in de comedy scene. Ik denk dat is. Voor de rest weet ik het niet. En hoe heb je eigenlijk jouw komisch talent zo ontdekt? Of hoe heb je ontdekt dat die humor wel in jou zat? Ik gebruikte sowieso humor al heel mijn leven als een soort van verdedigingsmechanisme. Omdat ik ben een kleine jongen, dus om op te vallen in de groep moest ik altijd wel de grappige zijn. Hè, om toch een beetje aandacht te krijgen van de ladies en alles. Maar echt, de eerste moment dat ik dacht van oké, ik kan dat ook echt op een podium daar iets mee doen. Dat was tijdens de workshop van Bas Birker, dus ook een comedian. En hij geeft zo in de Joker, Café de Joker in Antwerpen, geeft hij workshops, comedy. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, ik wil dat precies eens proberen. Ik heb me daar dan ingeschreven. En toen, de eerste keer dat ik op dat podium stond, ja, voelde ik gewoon aan alles van, ja, dit is het. Dit hiervoor ben ik gemaakt. Dus dat was heel leuk, hè. En had jij ook zo vroeger een voorbeeld of iemand waar dat je naar opkeek binnen de comedy? Ah, wel, eigenlijk, de reden dat ik op comedy ben gekomen om het zelf te beginnen doen, is eigenlijk Ricky Gervais. Dat is een heel bekende Britse comedian. Hij heeft ook een paar specials op Netflix staan nu. Ik had hem zo toevallig ontdekt op YouTube. En dat was zo het eerste moment, want ik interesseerde me eigenlijk al wel in comedy en zo. Like Humo's Comedy Club volgde ik, of dingen, Comedy Casino in der tijd op de Canvas. Dat bekeek ik allemaal, maar toen ik die Ricky Gervais zag, dacht ik echt van, wow, dat wil ik ook kunnen. Dat is echt zo leuk om te zien. Dus dat is wel echt een inspiratie voor mij om er zelf mee te beginnen. Ja.